Dit is trouwens de laatste week van mijn dieet. Oh my god. Wil je niet zo bij de hand doen tegen jouw moeder? Oma niet gewogen, dus ik weet niet. In je haar. Wat? Nee, dat is een kom. Die kop van hem, heb je dat gezien? I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik zit in de auto, want ik ga naar de tandarts al mee. Gurgur zit echt helemaal los. Mijn hele tong is kapot van gegaan. Lol. Het komt er even tegen haar. De pijn. Dus ik ga dat nu eindelijk weer fixen. Ik heb een heel weekend ermee gelopen, echt. Freaking kut. Dus ja, ik ga nu maar snel naar binnen lopen. Super lekker weer. Echt heel erg. A few moments later. Kermis. Nana. Kermis. Naar oma toe? Nee, naar de kermis. We gaan naar... Kermis. Naar kermis? Ja. Hé, hey, papa gaat naar ook fietsen. Ja, we gaan allemaal fietsen. Die kop van hem, heb je dat gezien? Oh! Oh, die Memphis, even serieus. Memphis, ik ben hier. Ik ben hier achter je. Hi! We zitten in de draaimolen. Alsjeblieft. We zitten in de draaimolen, man. Draaimolen? Oh, wat is het dan? Wat is het dan? Wat lekker! In je haar. Een hele goede morgen. Nee, een hele goede morgen. Wat ben ik nou aan het doen? Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. De jongens zijn naar school. Zena moet naar binnen. Ik heb vandaag gewoon lekker mijn verkrapte mom look, want ik heb de hele dag geëdit en dat soort dingen gedaan. Verder niet echt veel. 7 uur opstaan, heel snel ontbijt gegeten, meteen achter mijn laptop gesprongen, omdat ik echt alweer achterliep met alles. Dus dat had ik nu even snel ingehaald. Vandaar deze verkrapte look. Ik had ook echt geen zin vandaag om er netjes uit te zien, dus... Nou, ja, dit moet ik maar gewoon even doen. Ik had ook geen zin in mijn lenzen, dus ik heb gewoon lekker mijn bril op. En ik ga zo lekker die jongens ophalen. Zo. Wat heb ik aan? Zo'n flared broek van Sandro, volgens mij is deze. Dus ja, A few inches later. Dit is trouwens de laatste week van mijn dieet. Oh my god, het is week 8 gewoon alweer. Ongelooflijk hoe snel het is gegaan. Gedurende de week ben ik wel gaan afbouwen, zeg maar. Want ik begon met 1600 calorieën. Dat werd 1500 calorieën. En nu zit ik op de 1400 calorieën. Ik ga deze week wegen. Ik heb zelf ook nog niet gewogen, dus ik weet niet hoeveel ik weeg. Ik weet niet wat mijn progressie is. Ik weet wel dat er 3 centimeter van mijn heup af is. 1 centimeter van mijn middel. Dus dat is al heel goed. Ik moet alleen nog even kijken hoeveel ik weeg. Dus. En zoals ik laatst al zei, is mijn vetpercentage 23 de vorige keer. Ik ga hem nu nog 1 keer meten. Ja, want ik wil wel het liefst naar de 20 gaan. Dus dan zou ik hem nog moeten verlengen voor een paar weken. Tot ik bij de 20 ben. Maar we shall see. Ik vind het nu al helemaal top. Ik ben nu al helemaal blij met hoe ik eruit zie. Sowieso ben ik altijd blij met hoe ik eruit zie. Of ik nou wat steviger ben of niet. I'm happy with myself. Maar ik had een doel. En dat doel wil ik al bereiken. Dus 20 het is. Oh, ik vind het zo snel gegaan die week. Op die 8 weken. Echt, my god. Maar ik moet je wel zeggen. Als die 8 weken, dus als het deze week voorbij is. Ga ik echt zo hard lekker een terrasje pakken. En lekker wijn drinken met hapjes. En daar heb ik nu al zin in. Echt. Dat is gewoon, dan ga ik gewoon echt een hele dag cheaten. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag en ik ben onderweg naar sport. Maar ik moet opschieten, want we zijn weer is laat. Wat ben je even kwijt?
Dus ik ga zo lekker even sporten. En daarna ga ik even boodschapje doen. Ja, ga maar zitten. Potvies. Kapot. Laat zien dan. Even kijken. Ja, je hebt nog steeds een melksnoor. Maar je hebt helemaal geen melk gehad. Ja, die yoghurtding. Oh, die sojamelk met limeu. Laat zien. Ja. Kom, we gaan jas aan doen. Memphis, heb jij ook je spulletjes? Je haar zit een beetje apart hier. Doe even goed. De sleutel, jongens. Oh, hier. Waar de oude sleutel is. Waar de oude sleutel is, ja. Wil je niet zo bij de hand doen tegen jouw moeder? Hallo? Kom, jongens. Oh, tv uit. Let's go. Tjuke tjuke tut tut. Goed zo, Mef. In de auto. Leuk, Lesjo. Oh, hij vindt het niet leuk, Lesjo. Als ik één keer iets doe, vindt hij het leuk. Daarna gaat hij opeens heel overdreven reageren. Hij vindt niet leuk. Niet de hoofd. Oh, oké. Nou ja, laten we elkaar even met rust laten. Want we gaan eventjes schoentjes kopen, jongens. Nee. Voor Lesjo. Memphis, ga ook met de voetbal. We gaan niet naar voetbal. We gaan schoentjes kopen. Voor Lesjo. Nieuwe schoentjes. Schoentjes. Oh nee, papa gaat voor de voetbal. Toen we sushi gingen eten, had je mijn zonnebril in dat slappe tasje gedaan van je. Oh, die hangt aan de kapstok. Die hangt aan de kapstok? Ja, die kleine. Ik heb hem met de hielden naar mijn pink gedaan. Ja. Als je twee knippels. Ah, ik doe de pinken. Ja. Je kan hem hard in de pink. Ja, haar een beetje. Stop, hou op. Vind je het leuk, Lesjo? Stop, hou op. Ik dikke wil bielen. Het niet. Dikke bielen. Ah. Je hebt dikke bielen. Nee, dat is een kont. Dat is een kont, hoor. Oh. Dat is een prinses. Die is niet voor jou. Kijk, deze is ook wel grappig. Ja, die is ook leuk, hè, voor ze. Maar voor school. Die niet wat, ja, dit is een beetje meisjes. Zou ik één zo'n roze voor je halen? Voor op je kamer? Nee. Ik kan wel een bankje voor mensen samen. Oh ja, die is ook voor Zeno. Ja, voor Zeno. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag. Ik ben nog steeds bezig met mijn video opnemen. Ik heb vandaag niet gesport. Ik heb niet gesport vandaag, maar ik ga zo thuis even sporten. Ook heb ik eindelijk wat gevonden. Ik ga ze even neerzetten. Ah. Kijk nou eens. Past er dus precies op. Als je dat ziet zo. Super happy, dus ik kan hem wel gebruiken. Want ik heb hem nu nodig voor mijn video. Ik doe dat altijd op het laatste moment. Maar ja, dat ga ik dus nu doen. Ik heb ook best wel veel ontbijt gehad. Ik had zoiets van, oh, ik had echt gewoon zin om lekker uitgebreid alleen in huis. Fucking amazing. Ik had ook weer thee met honing genomen. Ik heb nu een andere honing, want daar zit minder calorieën in dat, dan wat ik voorheen had. Kijk, ik heb nu dus deze. Acacia honing. En ik had voorheen die andere, maar die was echt iets van 100 calorieën per eetlepel. En deze heeft maar 45 calorieën per eetlepel. En ik heb last van mijn keel gekregen, dus... Zo, ik ga nu lekker lunchen. Ik heb mijn video bijna af, dus nu is het tijd om te lunchen. Ik heb het al de hele dag koud. Ik ben moe. Mijn lichaam wil me niet warm worden. Mijn keel doet nog steeds zeer. En ik heb hier zo geen zin in, hè. Dit wordt gewoon al de tweede keer. Zo ben je nooit ziek en zo ben je al, weet ik veel, vaak achter elkaar ziek. Maar ja, ik hou het nog steeds positief. En ik hou de hoop er nog steeds in zitten dat het niet gaat gebeuren, dus... Een broodje met pindakaas van de pindakaaswinkel met dadel en kaneel. En een broodje met pure hagelslag met heel weinig suiker. Je hebt daar speciale hagelslag voor. Ik vind die ook serieus ook lekkerder. Want als ik nu iets neem met heel veel suiker in, vind ik het al gauw niet meer lekker. Als ik het niet vergeet, zou ik het even laten zien welke pak dat is. Maar die is echt super handig. Als je en minder calorieën wilt en minder suiker. Dus wel even wennen, denk ik. Qua smaak op beginnen. Als je best wel een zoetige eter bent en je gaat dat in, denk je echt, wat is dit? Zit geen smaak aan. Ik heb al heel lang bijna geen suiker gehad. Dus dan is het echt lekker en denk je van wauw, amazeballs. Zo, ik heb net gesport voor de hele dag. Ik zou nog mijn sportroutine van gisteren of eergisteren, ik weet even niet meer precies welke dag, zou ik even laten zien als ik thuis aan het sporten ben. Maar ik had toen thuis niet meer gesport, want ik had geen zin meer. Ik was druk met mijn video en blablabla. Ik kan met allerlei smoesjes komen, ik had gewoon geen zin. Het is niet echt heel erg, maar ja, we shall see. We... Denk er eventjes over na.
Zo, het is lunchtijd en ik ga lekker een broodje met brie maken. En ik heb magere brie. En ik doe lekker een vleestomaatje erbij op. En hier doe ik hagelslag vandaag. Lekker. En deze bolletjes van de Jumbo, die zijn echt super lekker. Oké, ik heb er nu tomaat bij gedaan. Het liefst zou ik nog pesto erbij doen, maar dat red ik niet meer qua calorieën. En er zit best wel veel in, dus ik laat het zo. Ik heb gewoon wat zout overheen gedaan. Let's eat. Oeh, ik heb echt honger ook. Want het is nu bijna 2:30. Dus ik moet ook nog opschieten met eten, want ik moet de jongens ook nog zo ophalen. Keihard geniet van deze broodjes. Echt super, super lekker. Ik was zo lang aan het editen, was ik gewoon helemaal vergeten was om te eten. Again, hè. Nu wel weer langer de tijd om heel veel dingen achter elkaar te eten. Dat is ook wel lekker, tussendoortjes en al. What? Ik ga met deze big boy beginnen, hoor. Kijk, ik heb echt super snel gegeten. Nu ben ik super snel onderweg naar de jongens te halen om ze super snel van school op te halen. Want ik ben natuurlijk weer super heel erg laat. Dat zijn heel veel supers in één hele zin. I know. Nog eten langs mijn mond. Ja. Ga maar springen. Nee. Oh, wacht. Ik had dus een nieuw bakje voor Memphis gehaald. Voor naar school mee te nemen. En ik hoorde dus net van de juffrouw dat hij kapot is gegaan. Hij is net 1 dag oud. Wow, dat is gewoon niet normaal. Nu al kapot. Wauw, mooi zeg. Ik moet dan maar even, want papa, ik had hem bij de pc gehaald. Ja, mooi hè. Bij de pc had ik hem gehaald bij Sarah Home Kids. Ja, schat. Zo mooi. En nu is hij dus al kapot. Dus ik ga zo thuis even kijken wat de schade is. Hangen. Ja, goed zo. Laat me even zien. Kun je wel spullen pakken? Let op. Kijk, papa. Hoe kan dat? Hij heeft zijn bakje laten vallen. Helemaal kapot. Ja. Dat is kapot. Ja, nee, dan gaan we mee terug. Dit is bamboe, hè? Ja, dan gaan we mee terug. Kijk, hier helemaal. Dat doet bijna zo. Ja, we moeten toch van de week naar de stad. Gaan we meteen terug. Kunnen we hier nog mee terug? Ja, dag. Ik ga het echt niet. Kijk hier. Alles gaat bij hem kapot. Dat ziet er mooi uit. Nou, dit is toch echt zonde. Nu al? Dat is die van Memphis. Kapot. Nu al? Ja. Hij heeft hem laten vallen. Gaat hem zo snel kapot? Ja, ik dacht dat het bamboe was, dat het niet stuk kon gaan, maar blijkbaar is hij kapot gegaan. Ik snap niet hoe. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag zaterdag en wij zijn onderweg naar Houten. Ik heb mijn lunchpakket meegenomen voor in de auto. Kapot vroeg. Echt kapot vroeg moeten we weg. Dus ik heb mijn eten allemaal klaar en ik heb echt een hele dikke trui, want het is ook mega koud. Even mijn gordel tussendoor omdoen. Les, waar ben je, Les? Ik ben hier. Het is niet eens een lunchpakket, zo vroeg is het. Nee, het is eigenlijk ontbijt. We ontbijten gewoon in de auto vandaag. Het is echt niet normaal dat we zo ver moeten vandaag, hè? Ja, en zo vroeg. En zo vroeg, ja. Maar ja, je hebt er wat voor over voor je kind. Eventually. Nou, ik ben voor de verandering weer eens een keer ziek. Weer verkouden en alles. Wij gaan nu lekker slapen. Oh, nu zien we helemaal niks meer. Nick. Ja? Wil jij even vertellen over wat jij nu eet en dat je nog steeds afvalt? Want ik had een berichtje gekregen van iemand die was bang dat ze een yo-yo effect zou krijgen als je dan weer meer gaat eten. 2700 calorieën. En ik was 0,6 kilo afgevallen. Okay. 2700 calorieën, dus dat is 300 meer dan mijn onderhoud. Dus dat is echt bizar veel gewoon. Ja. Maar ja, je eet wel gezonde dingen, toch? Niet iedere dag Mackey en dat soort shit. Nee, dat val ik niet af. Ja. Ik heb net echt een dik vette puist uitgeknepen. Daar heb ik nu echt heel erg veel last van. Nooit. Ja. Nooit. Wat gaan we kijken? Temptation Island. Wordt vervolgd. Oké. Okay. Ik had net make-up opgedaan.
En ik heb gewoon 4 pukkels erbij gekregen. Gewoon echt niet normaal. Ik kan beter gewoon geen make-up op doen. En ik moet maar even kijken hoe ik me morgen voel. Want ja, ik voel me nu niet zo toppie. Want het is gewoon al de 2e keer dat ik dan ziek ben. Terwijl ik normaal... Oh, mijn haak. We naar beneden. Ja. Even kussen weg. Hallo, mensjes. Het is vandaag zondag en ik ben niet lekker. Ik ben en ongesteld en ik ben verkouden again. En ik heb griep en weer koorts. Dus oh my god. Ik lig nu ook even op de bank. Ik weet dat ik jullie had beloofd om op de weegschaal zo te gaan staan. Maar ja, wanneer ik ongesteld ben is dat nogal een vertekend beeld. Dus ik ga het volgende week laten zien. Dus je moet nog een weekje geduld hebben. Want ik denk dat het nu veel zin heeft om dat allemaal te laten zien. Ik ben ook echt niet in de mood om nu mijn kleren uit te gaan doen. Dan krijg ik het echt freaking koud. En nou, ik heb er gewoon even geen puff voor. Dat eigenlijk kan wel alles opnoemen, maar ik heb er gewoon geen puff voor. Ik ben ook vandaag niet gaan sporten. Ik ga ook vandaag niet sporten. Ik ga vandaag echt de hele dag gewoon chillen. En mijn lichaam weer te rust geven. Want ik heb geen zin om volgende maand weer ziek te zijn. Het is al de 2e keer namelijk dat ik ziek ben. Ik denk echt dat ik gewoon te veel van mijn lichaam vraag. Oh, Manisa. Hij is weg. Mezelf dwingen. Ik wou gewoon dat ik het jullie nu niet kan laten zien. Oké, ik ga nu een paracetamol nemen en dan ga ik even liggen. Zo, dit was alweer het einde van mijn video. Vond je dit een leuke video? Vergeet er geen dikke vette duim omhoog te geven en te abonneren. Zoals ik al hiervoor had gezegd, ga ik nog even 2-3 weekjes door. Totdat mijn vetpercentage echt helemaal is zoals ik het wil dat het is. Dus ja, keep following. En vergeet het belletje niet mee te nemen, zodat jij op de hoogte blijft wanneer ik een nieuwe video upload. En dan wil ik zeggen, hele fijne dag en hou van jullie en... I didn't wanna believe my feelings for you. I didn't wanna believe that I could lose you. If I told you just how I felt. But I can't help it. I'm falling for you. And I can't quit.